De ambassadeur van China, Han Ying, heeft vanmorgen een bedrag van $130.000 geschonken aan de Surinaamse regering. De schenking vond plaats in een ondertekeningsceremonie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van de gift is $30.000 bestemd voor reparatie aan het gebouw van Bibes en $100.000 voor de institutionele versterking van het NCCR. Minister Albert Ramdien en ambassadeur Han Ying van China hebben de overdracht- en acceptatiedocumenten ondertekend. Volgens Ramdien zal het NCCR het geld goed gebruiken. Een van de zaken die van belang is in dat kader is de schenking die zal plaatsvinden met betrekking tot het versterken van onze capaciteit om de NCCR de gelegenheid te geven om effectiever, efficiënter, sneller, doelgerichter te reageren op rampen die er zijn. En we hebben een aantal gehad. Te maken gehad hebben met klimaatverandering. En uiteraard de regering is heel blij met dit soort donaties, omdat het die capaciteit versterkt. En later zal minister Nijgaard ook wel aangeven op welke wijze we deze middelen zullen aanwenden om die betere service naar de gemeenschap te geven. Ambassadeur Han Ying stelt dat China zich serieus bezighoudt met de aanpak van klimaatverandering. De donatie aan het NCCR zal worden gebruikt om de efficiëntie bij rampenondersteuning te verbeteren. Jerry Slijngaard, coördinator NCCR, onderstreept dat deze steun zeer welkom is. Vooral met de klimaatverandering waar we nu te maken hebben op vele terreinen en de voorbereiding op de veiligheid rond de offshore olie- en gasontwikkelingen. We believe that this small amount of funds will not only benefit the country but also benefit the people. And from us, that is our purpose, that is our target. We're joining hands with Suriname to seek to achieve the sustainable development. And as for the small repair of the office building of Ministry of Foreign Affairs, we hope that it could facilitate our friends' work to provide a better environment and conditions. So that is one of the new areas where Suriname needs to prepare not only offshore but also onshore. It forms a challenge. This grant will give us the opportunity or the possibility to respond even in a faster way to help people who are affected negatively. And it will also give NCCR the opportunity to engage, to organize in such a way that we can perform adequately before, during and after a disaster. Aan het begin van het jaar vond een conferentie plaats met donorlanden, waarbij projecten werden besproken die voor Suriname van belang zijn.